Jij zei net, toen jullie die E-divisie, ja zeg goed, wonnen, dan win je 25.000 euro. Mm-hmm. Er komt een vraag binnen van Crystal 1337. Hoeveel verdien je in e-sport? Want inderdaad, dat bedrag wat je net noemde was niet verkeerd. Nee, dat niet. Ja, het ligt er heel erg aan hoe erg goed je bent, zeg maar. Als je echt bij de top van de wereld hoort, dan kan je er echt meer dan prima van leven, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je daaronder zit en je moet het echt hebben van je prijzengeld, dan is er echt bijna niks in te verdienen. Dus bijna iedereen die professional is, die houdt er gewoon een studie op naast en die doet werkzaamheden erbij of zo. Okay. En voor in Nederland verschilt het ook, want PSV, Ajax, Feyenoord, ja, dat zijn de grotere clubs, dus die kunnen mensen echt fulltime in dienst nemen, twee mm-hmm. e-sporters. Alleen voor de andere clubs is dat bijna niet te doen en ja, die nemen jongens aan en die spelen dan de E-divisie voor hun, maar die jongens studeren gewoon daarnaast en ja die hebben andere werkzaamheden erbij. Dus eigenlijk als je alleen bij de top hoort, dan kun je er gewoon van leven zonder dat je er werk naast hoeft te hebben. En moet ik dan kun je er dan ruim van nemen? Koop je dan ergens een villa of is dat dan nee, gewoon... Nee, dat is in Nederland zeg maar. In Nederland is dat niet realistisch. Okay. Of je moet echt bij de, laten we zeggen de top 10 van de wereld horen en je mm-hmm. moet echt met al jaren meegaan dat je qua prijsgeld heel veel kan opbouwen. In Nederland hebben we nu één jongen, Levi de Weert, die is 16. Mm-hmm. En die heeft, ik weet niet hoeveel die verdient, dat niet. Alleen die maakt er echt kans om gewoon heel veel geld te gaan verdienen. Met FIFA? Ja, met FIFA qua prijsgeld, omdat hij gewoon zo goed is. Mm-hmm. En we hebben vorig jaar één jongen gehad, Levi Frederik van Ajax. Mm-hmm. Die won het grootste toernooi eigenlijk van wat we toen hebben gehad het hele jaar. En die won toen een ton. Oh, echt? Ja. Jezus, wat veel. Die won, met een E-divisie. Dat was een Europees toernooi, dus waarbij de 64 beste van Europa over het hele jaar gezien bij elkaar kwamen. Okay. En hij hoorde dus daarbij bij de beste 64. Alleen dat hij die zou winnen had hij zelf en eigenlijk niemand verwacht. Oh. Maar hij is nu wel een ton rijker. Ja, inderdaad. Dat is dus wel best leuk. Ja, dat is heel fijn voor hem. Best mooi meegenomen. Ja.